Allereerst nog de beste wensen natuurlijk. Leuk dat je ook dit jaar weer naar mijn video's aan het kijken bent. En hoor je nou van alle handen geluiden op de achtergrond? Dat komt omdat het 31 december is als ik deze video opneem. En ja, iedereen is hier boven ochtends al begonnen met vuurwerk afsteken. Dus misschien hoor je iets op de achtergrond, dan weet je in ieder geval wat het is. Deze video gaat verder op de video van begin van deze week. De laatste video van 2019. Dat was toen een terugblik op 2019 naar doelen die ik heb gepland en het bereikt misschien wel hoe alles is gegaan. Dit is juist een vooruitblik naar 2020. En wederom zal ik me in deze video dan richten op ten eerste het inkomen en het vermogen. Het inkomen ten eerste uit loondienst, maar ook uit passief inkomen, uit dit kanaal. Welke inkomsten ik daar verwacht. En het vermogen, hoe zie ik mijn vermogen zich de komende 12 maanden ontwikkelen. Onder andere met het huis, met beleggingen en dat soort dingen. Maar ook bepaalde plannen die ik voor dit jaar heb. Doelen die ik misschien wel wil halen, in ieder geval wil bereiken dit jaar. Al die informatie krijg je in deze video. Dus laten we snel beginnen. En laten we dan vooral beginnen met de doelen en plannen die ik heb voor één passief inkomen. Zowel het YouTube-kanaal als de website dat is eigenlijk het. De verdiensten die ik hiermee haal. En dat begint eigenlijk met meer en betere content. Ten eerste wil ik de kwaliteit nog verhogen. In zoverre dat mogelijk is. Ik denk dat ik middels het geluid en de video op zich best wel goed heb. Nou, misschien de manier van presenteren nog. Dat is natuurlijk heel veel oefenen. Misschien iets meer tijd erin steken. Waardoor ik het op een andere, leukere manier breng. Want nu ben ik vaak, ja, nog vals vrij serieus bezig, denk ik. Het zijn vaak ook. Ja, serieuze onderwerpen. Maar ik denk dat er wel een beetje een andere doelgroep kan bereiken. luchtiger kan brengen. wanneer ik het op een andere manier presenteer. Dus dat is iets wat ik dit jaar wil bereiken. Daarnaast wil ik me meer gaan richten op passief inkomen opbouwen. Dus uh, nu heb ik het vaak over beleggen. Heel veel mensen hebben zich ook geabonneerd op het kanaal. omdat ze geïnteresseerd zijn in beleggen. Maar dat is niet eigenlijk mijn enige onderwerp. Ik wil me ook richten op het sparen en besparen op dingen. Zoals je juist geld overhoudt om te beleggen. Een beleggen is maar één vorm van passief inkomen. Dat is wanneer je je geld aan het werk zet. Ik wil me dit jaar, 2020, juist ook richten om zelf tijd te investeren om iets op te bouwen. En denk daarbij dus om zelf te gaan ondernemen of om een blog te beginnen. Dat soort onderwerpen wil ik op dit kanaal natuurlijk meer gaan behandelen. En dat heeft er ook mee te maken dat ik zelf meer spreiding wil gaan opbouwen, eigenlijk het komende jaar. Op dit moment heb ik best wel wat passief inkomen, maar ik richt me nog vooral, zoals gezegd, op beleggingen. Mocht het nou dit jaar slecht gaan op de beurs, er komt een recessie, een crisis. Hoe afhankelijk is mijn inkomen daar dan van? Nou, dat wil ik natuurlijk naar beneden brengen. Dat ik ook op andere onderwerpen websites maak, of weet ik wat. Precies weet ik het nog niet, maar in ieder geval wel dat ik niet afhankelijk ben van alleen beleggingen. Maar dat er ook andere onderwerpen zijn waar ik mensen kan bereiken en een inkomen uit kan halen. Dus dat zijn dingen die ik zelf op wil bouwen. En waarschijnlijk deel ik die dus wel op het kanaal. Misschien nog niet in het begin, maar wel op het eindje, als ik een. Ja, ervaring hiermee opdoen. Zodra ik er iets over heb geleerd, dan zal ik het zeker met jullie delen. En het plan om een e book of een cursus te maken, dat is er ook nog steeds. Zoals gezegd in de vorige video, was dat er in 2019 ook wel. Maar ja, uiteindelijk heb ik te weinig tijd gehad. Dit jaar wil ik er wel echt wel aan gaan werken. Ik heb ook een poll gedaan in de laatste video. Het bleek dat ongeveer de helft van de kijkers wel geïnteresseerd is. Dus er is zeker wel een markt. Dus dat is iets wat ik de komende maanden in ieder geval mee ga beginnen. Regelmatig zal ik jullie feedback vragen. Ik zelf heb het idee om een e-book en een cursus te, ten eerste te maken richting beginners. Heel kort, een paar video's, een paar hoofdstukken en die gratis aan te bieden zodat mensen kunnen gaan beginnen. En daarnaast juist een betaald product voor meer diepgang, meer uitbreiding en dat soort dingen. Maar ja, helemaal precies weet ik het nog niet. Dat ga ik de komende tijd wel uitwerken. Maar dat er zoiets aan zit te komen, dus een product van een passief inkomen in 2020... dat staat zeker op de planning. Het uploadschema van twee video's in de week, dat wil ik voorlopig nog wel even vasthouden. Mocht ik nou gedurende het jaar meer tijd vrij kunnen maken... dan wil ik wel bepaalde dingen gaan extra gaan doen, zeg maar. Ten eerste had ik te denken aan bijvoorbeeld interviews. Dat is dus in de vorm van video's op het YouTube-kanaal. Dit kan zijn met andere YouTubers. Mensen die ervaring hebben met... Een van de onderwerpen die ik behandel of misschien wel mensen uit de beleggingswereld. Ik zal even kijken welke contacten ik kan leggen en wat interessant is. Ook zat ik te denken aan podcast, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Misschien probeer ik het wel te combineren met interviews, maar dan dus niet als een video aan te bieden maar juist als audiofragment, dat mensen het misschien wel kunnen luisteren op weg naar het werk en dat soort dingen. Er is zeker wel markt voor en ik denk ook wel dat er interesse is in dit soort onderwerpen. En ook zou ik wel enkele meetings willen doen dit jaar. Ik heb al een paar dingen gehad het afgelopen jaar met andere YouTubers, met ja, ook kijkers zelfs. Dus dat, dat is altijd wel interessant. Misschien dat we wel met een kleine groep ergens kunnen afspreken om een keer elkaar in het echt te zien. Ideeën uit te wisselen en dat soort dingen. Mocht je daar nog ideeën over hebben, trouwens, of tips, of heb je interesse, laat in ieder geval weten onder deze video. Jullie feedback is altijd welkom daarvoor. En laten we dan doorgaan naar het volgende onderwerp, en dat is het inkomen. En kijk dan eerst naar het vaste werk. 38 uur in loondienst. Nou, dat wil ik voorlopig nog wel even vasthouden. Ik heb ook jullie feedback gevraagd. En jullie zeggen: Ik zou niet stoppen met werken. Ik zou, als het mogelijk is, part-time doen. Nou, voorlopig ga ik in ieder geval zorgen. Ik denk het eerste half jaar van 2020 nog. Om gewoon fulltime te blijven werken. Zo kan ik meer dingen opbouwen. Heb ik ook meer zekerheid van mijn inkomen uiteindelijk. En misschien na die tijd dat ik wel kijk wat er mogelijk is. Wat ik wil doen voor het kanaal. of... En hoeverre ik eventueel parttime kan werken. Heeft er ook mee te maken dat ik wel aan het kijken ben naar een nieuw huis. Of we zijn aan het kijken naar een nieuw huis met mijn vriendin. Misschien dat we wel iets groter willen gaan zitten. Of het nou nieuwbouw is of een bestaand huis. Dat weet ik nog niet. We zijn in ieder geval rond aan het kijken. We willen graag allebei iets groters. Voor mij is dat natuurlijk interessant om er een grotere werkkamer of zolder van te maken. Waar ik dus een studio, een werkkamer van kan maken. Dus dat is dus zeker wel iets. En eigenlijk ook een investering in het kanaal. Dus even kijken hoe dat allemaal gaat. Want... Huizen vinden tegenwoordig voor een betaalbare prijs. Dat is nog niet zo makkelijk. Wat betreft passief inkomen en dus een passief inkomen, mijn kanaal en mijn website, hoop ik een beetje door te gaan zoals ik nu in 2019 eindig. Zoals gezegd, het laatste half jaar van 2019 heb ik affiliate marketing inkomsten, YouTube inkomsten. En dat hoop ik dus door te zetten. De laatste maanden is dat gemiddeld zo iets meer dan 5000 euro dat ik daarmee verdien. Nou, laten we dat een beetje vasthouden met een klein beetje groei van 2020 als. Als uitgangspunt zeg maar. Ik hoop het natuurlijk nog uit te breiden. Misschien wel met die producten, met meer video's. ja Dat is niet altijd zekerheid. En weet ook niet hoeveel ik eraan kan verdienen. Maar laten we zeggen dat we gewoon deze trend van iets boven de 5 tot 6.000 euro per maand vast kunnen houden. En dat is dan waar ik ook zelf van uitga. En als dat zo is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik dit jaar al 100.000 euro bruto inkomen heb. Een derde daarvan komt dan uit loondienst. En twee derde daarvan komt uit passief inkomen, wat ik dus verdien naast mijn loondienst. Dus zoals gezegd, wederom affiliate marketing, eigen producten, dat soort dingen. Ik hoop het nog uit te breiden. Ik hoop het in ieder geval zeker vast te houden met wat ik nu verdien. Dus dat is eigenlijk wel een doel wat ik dit jaar wil halen. 100.000 euro verdienen. Ik weet niet of het mogelijk is, maar het is natuurlijk wel een heel erg leuk doel om een streven te hebben om ergens naartoe te werken. En nu we het inkomen hebben gehad, gaan we kijken naar het vermogen. En dat gaan we doen op de computer. Ik heb daar natuurlijk een Excel document, uh, of ja, eigenlijk een numbers document op Mac, maar dat maakt niet uit. Uh, het zijn gewoon berekeningen, een spreadsheet met berekeningen en dus een planning per kwartaal, uiteindelijk voor het hele jaar 2020. Ik zal trouwens ook een link plaatsen onder deze video in de beschrijving, dat mocht je dit willen downloaden, het is volgens mij een combinatie van dit overzicht, deze planning, in combinatie dus met een budget, dan kun je zelf ook beginnen zelf berekeningen maken en een planning maken voor het komende jaar. Oké, okay, we zijn nu aangekomen op de computer en ik zal eerst even kort uitleggen hoe dit precies werkt, zodat je een beetje weet hoe je dadelijk gedurende de uitleg moet kijken. Uh, in de linkse kolom zien we eigenlijk de onderwerpen waar het over gaat, de, over welke bedragen we het uiteindelijk hebben. Vervolgens zie je uh, in dit geval vijf kolommen, waarbij elke kolom voor één kwartaal staat. Dus de eerste is 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober. En uiteindelijk de vijfde kolom is de laatste dag van het jaar, 31 december, zodat we op deze manier. Eigenlijk van de eerste tot en met de laatste dag alles kunnen zien in dit overzicht. En we hebben dan eigenlijk een planning per kwartaal. Dus we vullen in de eerste kolom alles in totdat het 1 april is. Vanaf dat moment gaan we over naar de tweede kolom. En zo gaan we het hele jaar telkens elk kwartaal verder. En op die manier kun je later ook altijd nog terugkijken. Heb je niet alleen het overzicht voor het hele jaar maar ook nog specifieker per kwartaal welke kwartalen waren goed, waar zaten de veranderingen per kwartaal. En dan kun je dus altijd veel meer informatie teruglezen. Ja, die informatie in de eerste vijf kolommen verandert natuurlijk gedurende het jaar, want dan ga ik echte data invullen. nu zijn het allemaal nog voorspellingen en die voorspelling, die verwachting, die zie je ook nog terug in de allerlaatste kolom met de verwachting eind 2020. dat is zoals ik het nu heb berekend. dat zijn gewoon vaste bedragen die ik heb ingevuld, dus geen formules dus ja dat is eigenlijk hoe ik het van tevoren zag en dan kan ik dus aan het einde van het jaar altijd nog terugkijken van dat was mijn planning zo was mijn verwachting laat ik het zo zeggen en uiteindelijk is het dus misschien wel iets anders geworden en waar zitten dan de verschillen in maar laten we dan bovenaan beginnen bij bezittingen zoals je ziet is het dat bedrag eigenlijk een som van verschillende kolommen die we gedurende de tijd wel tegenkomen totdat we bij schulden zijn um, maar laten we kijken naar in ieder geval het huis. Ja, op dit moment heb ik het op 240.000 euro geschat. Dit heeft een beetje te maken met informatie uit het kadaster van wat zijn verkoopprijzen hier in de buurt geweest en hoe schat ik het uiteindelijk de rest van het jaar in. Um, ik heb telkens elk kwartaal een procentstijging zoals je misschien, als het niet al te klein is, links onderin kunt zien. dan zie je de formule staan. Elk kwartaal een procent, dus eindig ik met ongeveer 250.000 euro, dus 10.000 euro in de plus. Uh, de auto die neemt elk kwartaal met 500 euro af, heb ik als afschrijving aangenomen. ik weet niet ja, Het klopt ongeveer wel, dat kun je zelf ook wel een beetje berekenen met tweedehandsprijzen Als je een beetje gaat kijken, wat is daar nou, hoeveel daalt de, de waarde zeg maar elk jaar. Uh, inrichting, ja, die hou ik altijd op 5000 euro. Er gaan wat dingen worden minder waard, er komen wat dingen bij. Dat laat ik altijd zo staan. En dan heb je het eigen vermogen uit mijn eenmanszaak. Dat is dus het geld dat eigenlijk nog in mijn bedrijf zit. Uh, op dit moment rond de 34.000 euro. Je zult hier in één keer een afname zien. Dat heeft ermee te maken. Ik ga ervan uit dat er elk kwartaal 1000 euro bij komt. Maar uh, binnenkort moet ik belasting gaan betalen. Natuurlijk over het afgelopen jaar, over 2019. En dan ga ik er dus vanuit dat dat even simpel gezegd 7500 euro is. Dus die gaat er dan vanaf. Eindig ik het jaar met. Ongeveer 30.000 euro, waardoor in ieder geval dit gedeelte van bezittingen in totaal 290.000 euro waard zal zijn, is mijn verwachting. Het volgende stuk gaat dan juist over betaalrekeningen, spaarrekeningen, eigenlijk dus gewoon banktegoeden. In ieder geval privé, want zakelijk zitten ze dus in het eigen vermogen. Uh, ja, hier zie je de standen zoals ze op 31 december waren op 2019. Um, hier verwacht ik elk kwartaal 250 euro toe te voegen. Um, stijgt dus er ongeveer 4000 euro een betaalrekening. Mijn spaarrekening daar zal een grotere verschillen zijn. Uh, dit kwartaal zie je wel, komt er een bedrag van 8500 euro binnen. Dat is dan weer een verrekening van het boekjaar 2018. Toen had ik van tevoren veel meer belasting betaald dan dat ik uiteindelijk had moeten doen. Vanwege ja, dat mijn bedrijf gesloten is, niet zoveel winst heb gemaakt als gepland van tevoren. Dus daar kan nogal heel wat uh, geld. Eigenlijk heb ik te veel betaald, dus dat komt binnenkort terug. En verder ga ik ervan uit dat ik elke maand 1000 euro extra kan sparen. door de inkomsten die ik komend jaar zal hebben. onder andere dus door mijn YouTube-kanaal. En dan zie je dus dat ik uiteindelijk naar 24.000 euro um, spaarsaldo zal hebben. Nou. Samen komt dat uit op 28.000 euro. En dat is een stuk meer dan de 8.000 euro die ik in het begin van het jaar heb. Maar dat is ook wel, ja, heeft ook een beetje te maken dat ik wat meer buffer wil opbouwen. Misschien zijn we, zoals gezegd, zijn we aan het kijken naar een huis. Dus er komt het altijd van pas als je spaargeld achter de hand hebt. En als dat nou niet zo is, dan is het natuurlijk altijd fijn om geld achter de hand te hebben. Dat wanneer er een recessie is, een dipje, een crisis, dat je geld hebt om te gaan beleggen. Om juist te profiteren van dat soort momenten. Gaan we dan iets verder naar beneden, dan komen we al mijn beleggingen tegen. Het begint met Bink, in dit geval heb ik Bink Forward, het saldo van de eerste. We uh, gaan we kijken. Ik ga er trouwens bij alle beleggingen vanuit dat ik per kwartaal 1% erop vooruit ga. Het is, ja ik schat het zelf wel positief in en trouwens ook op mijn Instagram heb ik het gevraagd aan jullie. Iets meer dan 70 mensen hadden gereageerd en drie kwart van de mensen schat 2020 in ieder geval positief in. Dus laten we hopen dat iedereen daarin gelijk heeft natuurlijk. Ja, het heeft ermee te maken natuurlijk, we staan we op een hoog punt zijn beurs op zijn top, noem het allemaal maar op. En we, ja, we zijn eigenlijk al tien jaar bezig met een bull run, maar er is eigenlijk, de rente is zo laag, er is zoveel kapitaal beschikbaar, wat allemaal ook richting aandelen gaat. Want obligaties zijn door die rente eigenlijk ja, leveren niet heel veel op. Dus je zult zien dat er heel veel kapitaal beschikbaar is en dat gaat natuurlijk vaak dan in aandelen, waardoor ik verwacht dat nog wel een tijdje op deze manier door zal gaan. Kijken we dan bijvoorbeeld naar Bank Forward. Um, daar Elke maand doe ik dat 300 euro. Ook dat ga ik het komende jaar gewoon elke maand 300 euro blijven doen. Wordt voor mij belegd, dat is het makkelijkste. Trouwens alle links van eventueel brokers die ik hier bespreek... ...zal ik trouwens plaatsen uh, in de beschrijving onder deze video. Dus mocht je je daar willen aanmelden, kun je gebruik maken van die links. Ik hoop in ieder geval bij Forward te eindigen met 20.000 euro. Kijken we nou naar de Giro. Dan hoop ik met 28.500 euro te eindigen... Dat heeft er steeds gewoon te maken met die 1% rendementtoename per kwartaal. En verder ga ik er elke maand 700 euro in stoppen. 200 euro daarvan komt eigenlijk uit een serie die ik wil gaan beginnen. Waar ik ETF's ga vergelijken met losse aandelen. Ik zal één keer beginnen trouwens met 500 euro in elk van deze dingen. En na de hand elk kwartaal of zo een vergelijking te maken van wat is nou goed gegaan. Juist om te zien wat is het verschil tussen ETF's. Uh, en een los aandeel of losse aandelen welke ik zal gaan kiezen. Zowel in tijd, in kosten en in rendement. Dus dat heeft ermee te maken dat ik daar in ieder geval 200 euro in stop. En zelf elke maand nog 500 euro wil investeren in verschillende aandelen of indexfondsen. Ja dat ga ik nog wel even kijken. Peaks ga ik niet heel veel mee doen behalve dat ik gewoon um, mijn wisselgeld automatisch zal gaan beleggen. Dus ik verwacht dat ik dan met 1700 euro in het jaar eindig. Brand new day gebruik ik dus voor mijn uh, pensioenbeleggingen. Um, ja, als ZZP'er moet je zelf voor je pensioen zorgen voor het gedeelte dat je daarmee verdient in ieder geval. Dus ja, daar doe ik elke maand 100 euro. En aan het einde van het jaar zal ik nog een keer extra 1200 euro, is mijn verwachting, storten. Uh, ja, dat is gewoon voordeliger. Dat kun je eigenlijk bruto inleggen. Dus voordat je belasting betaalt kun je je geld al inleggen. Dus daar is het 82,50 op het einde van het jaar. FlatX is gewoon 100 euro in de maand. Bucks ga ik niet heel veel mee doen. Misschien wanneer ze met die abonnementen komen volgend jaar... dat je het eigenlijk af kunt kopen. Dat je voor 10 euro of minder dan 10 euro... dus zoveel mogelijk transacties kunt doen. Dat dan wel interessant is. Maar ja, daar ga ik wel even kijken tegen die tijd. Ik ga er in dit geval nog niet van uit. Sammy is dus een nieuwe aanbieder op de Nederlandse markt. Die heb ik volgens mij rond de kerst besproken. Een review over gemaakt. Ik zal trouwens een linkje hierboven in het beeld plaatsen... mocht je willen kijken. Um, daar verwacht ik dat ik elke maand... ongeveer 100 euro mee verdien. Of... Ja, eigenlijk vooral verdienen, want ik ga er niet per se zelf gebruik van maken. Maar mensen die zijn eigen aanmelden via mijn link, die krijgen 15 euro. Ook ik krijg dan 15 euro. En mensen zijn vaak wel op zoek naar een review. Dus dat ik daar 100 euro per maand mee verdien. Op die manier met 1300 euro eindig daar. En als je dan alle beleggingen bij elkaar optelt, dan hoop ik rond de 62.000 euro te hebben op het einde van het jaar. Dat is ongeveer 20.000 euro meer dan dat ik op dit moment heb. En kijken we dan naar cryptocurrencies, die heb ik ook. Um, ja, niet zo heel veel, iets minder dan 3.000 euro is het nu waard. Volgens mij heb ik er in totaal 4.000 euro ingestopt dit jaar. Dus ja, het is wat moeilijke tijden zijn het geweest. Dat wil ik gewoon nog wel blijven doen. Um, ik geloof dat ik ongeveer 250 euro in de maand als in de planning had staan... en dat crypto elk kwartaal 3% zal toenemen. Ja, crypto weten we, er zitten gewoon heel erg fluctuaties in. Soms gaat het heel erg goed, verdubbelt het zomaar. Kan ook minder gaan dat je 10, 20% verliest op een dag. Echt iets voor de lange termijn, voor de toekomst. Ik geloof wel in de technologie van blockchain en dat het ooit wel iets zal gaan worden. Dus het is gewoon iets wat ik een klein gedeelte van mijn inkomen in wil stoppen. In de hoop dat het later natuurlijk een stuk meer waard is. En niet dat ik later nog een keer zal zeggen: van... Had ik maar gedaan, want dat heb ik al eerder gedaan met Bitcoin. 2011 wist ik er al vanaf. Heb ik het een tijdje gedaan, al snel weer verkocht. 2013, 15. En nu is het gewoon zoiets. Ik heb het inkomen, laat ik een klein gedeelte daarvan in ieder geval hierin stoppen. Mocht het dan ooit iets worden, dan is het natuurlijk heel erg mooi, want dan kan het zomaar 10, 20, misschien wel 100 keer zoveel waard worden. Mocht het nou helemaal niks worden, wat ik niet verwacht trouwens, maar ja, dan ben je een paar duizend euro kwijt. Maar ja, dat liever dan dat ik het nog een keer misloop. En dan komen we aan bij het laatste stukje, dat zijn de schulden. Ja, zoals je ziet in deze dingen, die rekent eigenlijk de schulden van hypotheek, startersledingen en studieschuld mee. Eigenlijk niks apart hier. Net zoals dit jaar verwacht ik dat het met 4% afneemt. En dat is dus goed in het geval van schulden, vandaar dat het groen is. We uh, heeft te maken dat ik gewoon volgens planning alles af ga lossen. Dit jaar geen extra aflossingen gepland heb. Wederom omdat we naar een huizen kijken zijn. Dus het is helemaal niet interessant in dat geval om extra af te lossen. Het is veel interessanter zelfs om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Want waar ik voorheen 3,19% betaal, zou ik nu voor dezelfde hypotheek 1,95% betalen. Dus... Laat ik maar dat maar niet doen. Kijk gewoon of we een mooi huis kunnen vinden voor een betaalbare goede prijs. Zeg maar. En wie weet dat we dan wel gaan verhuizen. Dus dat heb ik gewoon gelaten zoals alles gepland is. Um, dan zie je gewoon dat het zoals gezegd met een paar procent afneemt. De studieschuld staat nu nog 1700 euro. Dat doe ik elke maand 100 euro aflossen. Volgens mij de helft daarvan is verplicht. En de andere helft heb ik dus vrijwillig wat opgehoogd. Dat ik wat sneller vanaf ben. Dan zou ik eindelijk het jaar eindigen met net geen 500 euro meer. Ja, dan los ik gewoon nog wel een keer extra op af. Dan ben ik gewoon op het einde van het jaar van mijn studieschuld verlost. En daarmee kom ik dan automatisch op mijn eigen vermogen. Want het eigen vermogen is eigenlijk uh, de bezittingen die we hier bovenaan hadden staan in het, in het blauw min de schulden die ik op dit moment heb dus de hypotheekschuld starterslening, studieschuld dat vormt het eigen vermogen zoals gezegd 2019 ben ik afgesloten met ongeveer 184.000 euro het is hier zelfs iets minder omdat ik volgens mij nog net een update heb gedaan en de beurs vandaag weer net iets lager staat nou, volgens de planning zal ik rond de 137.000 euro eindigen. En dat is dus best wel een, een behoorlijk verschil met het begin van het jaar. Zoals je ziet, 29% in ieder geval. Oftewel 54.000 euro. Um, daaronder heb ik trouwens nog de overwaarde staan. Uh, dat is ja, de overwaarde van mijn huis. Wat mijn huis meer waard is dan dat ik aan schuld heb. Zoals gezegd gaan we daaruit van de waarde van het huis dat ik op dat moment heb. Min de hypotheek en de starterslening. Dat zorgt ervoor dat ik op dit moment. Rond de 68.000 euro overwaarde heb op mijn, op mijn huis, op mijn appartement. En dat als alles zo doorgaat, het huis wordt meer waard en ik heb weer wat afgelost, dat dat uiteindelijk meer dan 100.000 euro overwaarde zal worden op het einde van het jaar. Dus dat is zeker een mooi streven. Ook met het vermogen, wat gewoon weer met meer dan 50.000 euro, oftewel 30% toe zal nemen, is de verwachting. Dus laten we hopen dat we dat gaan halen in ieder geval. En hiermee hebben we dan mijn inkomen en mijn vermogen behandeld voor het komende jaar en komen we aan bij het volgende punt en dat is wat zijn jullie doelen en plannen voor 2020? Laat dat weten in de reacties onder deze video, dan kunnen we misschien van elkaars plannen of doelen leren, misschien elkaar helpen of motiveren zelfs wel. En om er nou voor te zorgen dat ik mijn doelen haal en ook makkelijk op kan breken bijvoorbeeld in doelen voor een bepaalde week, voor een bepaalde dag, heb ik laatst de Purpose Planner gekocht. Dat is een eigenlijk een een soort agenda alleen dan iets uitgebreider uh, waar je telkens dus je doelen kunt opschrijven op die manier hoop ik dus beter mijn doelen te kunnen plannen eigenlijk en ook dus uiteindelijk te kunnen behalen er staat ook veel uitleg in het boek over planningen doelen noem het allemaal maar op hoe je dat kunt bereiken dus het moet zeker helpen en achteraf gezien heb ik dan natuurlijk een mooi naslagwerk van wat ik elke dag, elke week heb gedaan om een bepaald doel te bereiken. En natuurlijk heb ik dat ook in de vorm van een YouTube kanaal, maar dit is toch anders, dit is meer fysiek, altijd makkelijk. En misschien ook wel makkelijk voor jou, want jij hebt waarschijnlijk geen YouTube kanaal en heb je toch een soort naslagwerk om misschien over een paar jaar wel terug te kijken van wat heb ik toen gedaan om het punt te bereiken waarop ik nu ben. En mocht je deze planner nou ook willen kopen, zoals altijd zal ik een linkje plaatsen onder deze video naar bol.com. Dan heb je binnen een paar klikken, heb je hem besteld en kun je dus vrij snel beginnen aan jouw planning. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Wederom bedankt voor het kijken, ook in 2020 dus. Vond je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dat helpt mij, zodat ik weet dat jullie het een leuke video vinden. Maar het helpt ook met YouTube dat meer mensen deze video te zien krijgen. En dus is het goed voor het kanaal. En mocht je nog meer video's willen zien en de voortgang willen volgen van mij. In de onderwerpen persoonlijke financiën, investeren, en beleggen of passief inkomen. Abonneer je dan hieronder op het kanaal. Klik op het bel icoontje dat je altijd weer een melding krijgt als ik een nieuwe video online zet. Dat zijn er zoals gezegd volgens de planning, in ieder geval twee in de week op maandag en op woensdag. En op die manier mis je dus nooit meer een video en hoop ik je graag in de volgende video weer te zien.